Albert, waar gaan we nu weer kijken? Ja, we hebben afgesproken met een man die wil een drankje ruilen. Een drankje? Ja. Oh, dat is hem. Goedemorgen, Piet Hein. Albert, van Radenveld. Wat een gekke plek om af te spreken. Ja, hier zit namelijk het bedrijf in wat ik tegen jullie Rolls Royce wil ruilen. In de container zit het bedrijf? In het container zit het hele bedrijf. Nou, laten we kijken. Heel benieuwd. Het is een volle container met drankjes. Jij wil een drankje ruilen voor de Rolls? Ja, dat zou ik Want jij bedenkt drankjes? Ja, ik ontwikkel drankjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een chocomel. Een chocomel die zichzelf verwarmt. Ik zie jullie verbazing, maar ik kan er eentje voor doen als je wil. Ja. Grappig. Fascinerend. Nu druk ik een seal naar beneden, waardoor er zuurstof bij een limestone komt. Die twee gaan met elkaar gaan vechten en daardoor krijg je hitte. Wow, hij begint op te stomen. Hij begint gelijk warm te worden en hij blijft 20 minuten lang door verwarmen. Nou, Stefan, hij is gewoon warm. Wat lachen zeg. Dat heb jij bedacht? Ja. Dit wil je ruilen? Nee, dat wil ik niet ruilen. Dat heb ik helaas verkocht, dat idee. Het gaat om het volgende. Ik heb een energiedrank hier. Two Pink. En dat zou ik graag willen ruilen. Wat moet ik me dan bij voorspellen als je zegt ik heb een energiedrank en dat wil ik ruilen? Dit blikje voor de Rolls? Niet dat blikje. Heel mijn idee. Het logo, de website, de voorraad, de t-shirts, de promotiemateriaal, alles eromheen. Het compleet bedrijf ruilen tegen de Rolls. En als ik hiermee schud, wordt die dan ook warm? Nee, dat wordt niet warm. Wat is dan het verhaal van dit drankje? Wij wilden een drankje op de markt brengen. Tijdens een heel groot evenement in Tilburg, Roze Maandag. Vandaar dat we het ook Pink Monday hebben genoemd, een limited edition. Dit is het drankje wat ik wil ruilen. Maar dan begrijp ik het goed. Je hebt hier dit is een voorraad. Ja. Je hebt een voorraad van dit drankje. Ja. En je hebt hier een soort merkrechten op, stel ik me voor. Ja, merkrecht. Het zit ook allemaal in een BV. En dit wordt ergens gemaakt? Het wordt in Oostenrijk gemaakt. Ik heb een smaak daar opgegeven die ik vond dat die bij deze drank paste. En? Ja, een soort Red Bull. Dus dan kan je, stel dat je ondernemer wil worden, ja, dan kan je gewoon gelijk beginnen, zonder dat je iets hoeft te ontwikkelen. Ja, klopt. Ja. En waarom wil je dat ruilen? Ik ben er 2 jaar geleden met mijn vriendin kwamen tot het idee om dit te beginnen. Helaas is mijn vriendin door een oogziekte getroffen en kan er niet zoveel tijd aan besteden als we eigenlijk beide van plan waren. Dus ik zoek iemand die ons bedrijf wil overnemen. Je zou het ook kunnen verkopen. Dat zou ik ook kunnen doen, maar daar zou ik dan meer werk voor moeten verrichten. En ik moet de juiste klanten gaan zoeken. En dat valt in deze periode ook niet mee. Ik zoek iemand die heel erg enthousiast is van het merk. En die een eigen bedrijf wil starten. Leuk hè, Albert? Leuk ja. Is gewoon echt wel iets. Hè? Ja. Waar je iets mee kunt doen. Gewoon een eigen frisdrankmerk. Het is toch een soort jongensdroom. Ja. Of niet? Ja, lijkt me ook. Ik kan gewoon ondernemer worden, alles lichter eigenlijk. Ja. Alles lichter om gewoon om er iets van te maken. Ik moet kijken of het te ruil is, of het handig is voor ons. Ja, of wij iemand kunnen vinden die zegt, nou dit is, hier weet ik wel raad mee. Oké. Dankjewel hè. Graag gedaan. Ik dacht van, wat moet je met een drankje, maar het is eigenlijk best interessant hè? Het is best interessant ja. 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 Als je nou ondernemer wil worden? Of stel nou dat je net, het is crisis, ik bedoel, je bent net ontslagen en je denkt ik wil voor mezelf beginnen. Ja. We hebben alles wat je nodig hebt dan. Er staat gewoon een bedrijf voor je klaar. Je kan zo aan de slag.